staat er aan de Boeverievest, een stuk van de vesten dat ik persoonlijk een van de mooiste vind. Wat we hier op de vesten zien, gaat terug op het ontwerp van de Gentse landschapsarchitect Hubert van Ulle rond 1879. Die man begon in Brugge op een stukje van de vesten dat nog een vrij oorspronkelijk profiel had, met een binnen- en een buitenwal. Eigenlijk nog oorspronkelijk refererend aan de verdedigingsstructuur die dit ooit was. En hij maakte hier een park van in de Engelse landschappelijke stijl. Kenmerkend voor die parken was dat die er zo natuurlijk mogelijk moesten uitzien. Menselijke ingrepen waren er, maar dat mocht niet te hard opvallen in het ontwerp. Dus werd gebruik gemaakt van gloeiende lijnen, solitaire bomen en bomengroepen, heesters, water had ook heel vaak een belangrijke rol bij die ontwerpen. En men werkte af en toe ook met leuke speelse elementen die follies genoemd worden. Heel wat van die elementen vinden we tot op vandaag nog in deze vesten terug. Als we de literatuur over de vesten erop nakijken, dan krijgen we altijd te horen over de twee belangrijkste landschapsarchitecten die de vesten aangelegd hebben. En dat was Egidius de Rosseels in 1856 al, die op de Gentpoortvest actief was. En dan vooral Hubert van Ulle, die vanaf 1880, 1890 ongeveer alle andere vestingsdelen aangepakt heeft. Wat er eigenlijk zelden vermeld wordt, is dat er al een ontwerp was in 1849 en dat was afkomstig van een zekere Pierre Lem. En dat was een heel eenvoudig ontwerp, niet in landschapsstijl, maar die gaf eigenlijk alleen rechte bomenrijen weer. Dat plan werd dan ook door het stadsbestuur afgekeurd, vandaar dat er nooit sprake van is. Maar hier zien we een paar prachtige oude Canada-populieren staan, die eigenlijk nog van die aanlegfase dateren die Pierre Lem getekend had. Hij had eigenlijk 4, 5 rechtlijnige bomenrijen op weerskanten van het water getekend. En op dat moment werden er toch inderdaad een aantal van die rijen aangelegd. Als we postkaarten bekijken van rond 1900, van diezelfde boom die je hier achter je ziet, dan zie je daar een hele rij op staan van die oude Canada-populieren. En tot voor kort hadden hier exemplaren die 6 meter omtrek hadden. Dat waren gigantische bomen om populier te zijn. Maar die populieren die zijn grotendeels gesneuveld ondertussen. En nu schieten er nog 5 van over. Dus als we dat vergelijken met die oude postkaart, dan zien we nog 5 van die dikke kanjers staan. Net geen 6 meter, want die van meer dan 6 meter die zijn gesneuveld. Maar die staan er nog. Het is een hele oude kloon van de Canada-populier. Een vrouwelijke kloon die we Regenerata noemen. En dat zijn dus magnifieke exemplaren die ondertussen ongeveer 170 jaar oud zijn. Die populier is niet alleen een heel mooi 170 jaar oud exemplaar, maar tegelijkertijd is hij ook erg belangrijk voor als potentiële overwinteringsplaats, overzomeringsplaats, voortplantingsplaats voor vleermuizen. Van de meer dan 3000 bomen die op de vesten staan, zijn er 300 gescreend als interessant voor vleermuizen, omdat ze heel oud zijn, omdat er stukken losse schors aan hangen waar vleermuizen kunnen achter schuilen, omdat er gaten in de takken zitten of in de stam waar die vleermuizen kunnen in overwinteren. En dit is een heel mooi voorbeeld. Hier is ook een tak die daar links omhoog loopt en daar zitten allerlei scheuren in en daar kunnen vleermuizen in zowel overzomeren als overwinteren. En dus er wordt speciale aandacht besteed ook in het beheerplan aan het behoud van die heel erg waardevolle oude bomen. Niet alleen omdat ze oud en mooi zijn, maar ook omdat ze heel interessant zijn voor die vleermuizen. Van Hubert van Ulle kennen we uit de literatuur vooral zijn aanplant van de bomen. En die bomen die staan er nog, die zijn dik en oud. Dat is goed gekend. Wat er veel minder gekend is, dat als we op die plannen kijken en op de lijsten die hij aanlegde voor de beplantingen, dat hij daar ook al iets over zei over de struiken die op de vesten zouden geplant worden. Struiken of heesters, zoals dat bij groendiensten vaak genoemd wordt. En die struiken, daar had hij speciale aandacht voor de kleuren van de bladeren, voor de kleuren van de bloemen. Hij plaatste ze meestal in groepjes van 2 of 3 soorten bijeen. Daar zaten zwarte hazelaars tussen, daar zaten rode vuurpessen tussen. Een hele reeks van struiken die toen al populair waren in de 19e eeuw, meestal exotische struiksoorten. En daarnaast had hij ook 2 dingen die wij nu meestal als boom zouden beschouwen. Hij zette bij zijn heesters bijvoorbeeld ook tamme kastanjes en haagbeuk. We staan hier voor zo'n haagbeuk en de reden dat Van Ulle dat bij de struiken vermeldt, is dat hij die niet bedoeld had als opgaande boom, maar die werden regelmatig afgehakt op een lage afstand boven de grond en die moesten dan telkens herschieten. Dus het was eigenlijk wat wij in vaktermen hakhout noemen. En hakhout, dat is eigenlijk een systeem dat bij kastanjes bijvoorbeeld gebruikt werd om palen van te maken voor de weide van de boeren waar ze palen nodig hadden. Dus dat hakhout dat werd dan om de 9 of om de 12 jaar afgehakt en moest dan telkens herschieten.
Dat was dus ook de bedoeling van die haagbeuken en die tamme kastanjes op de vesten. Die moesten dus regelmatig afgehakt worden en die herschoten dan als struik. En hier zie je nog heel mooi dat dat ooit het geval geweest is. Je ziet hier een stuk dat afgehakt is. Hier is dan een stuk herschoten, maar andere stukken zijn doodgegaan. Dat is ook een stuk dat herschoten is. Dus in de tijd werd dat telkens hier op die hoogte afgezet en op die lijn mochten dan die takken herschieten. En dit is dus een schitterend voorbeeld van zo'n hakhoutstoof die nog bewaard is uit de tijd van Van Ulle van rond 1880. Ook dit is een hakhoutstoof van een haagbeuk, net zoals die vorige die we zagen. Je ziet daar eigenlijk nog de wortel zitten. En in die eerste meter die je daar ziet, daar werd het hakhout eigenlijk afgesneden. En op den duur is het niet meer verticaal herschoten, maar is er één uitloper die zich over het water gaan buigen is. En dat is niet alleen een schitterende boom met cultuurhistorisch verleden als aanplant van Van Ulle uit 1890 ongeveer. Maar tegelijkertijd is het ook een heel erg ecologisch waardevolle boom. Er passeert hier regelmatig een ijsvogeltje. Het zit heel erg graag op de takken van die boom die over het water hangen. En uiteraard zie je er ook heel vaak blauwe reiger zitten, aalscholver komen uitrusten en zo. Dus dit is een boom met meervoudige waarden, zeg maar cultuurhistorisch, ecologisch. Een schitterend voorbeeld van iets wat we op de vesten willen behouden. Ja, het water van de stadsversterking diende niet alleen om bescherming van de stad, maar was ook een grote drinkwatervoorziening. Het was dus zo dat een middeleeuwse stad met 40.000 inwoners op dat moment dus nood had aan goed drinkwater. En dat werd uit de stadsommaling genomen. En dat gebeurde in eerste instantie via boerbuizen die aangesloten waren op de stadsommaling en die op die manier op verschillende plaatsen in de stad verspreid werden en toegankelijk waren in feite via waterputten, via openbare waterputten. Nu, er was wel een probleem met het hoogste stuk van de stad. Dat is dus het terrein van de Burgt en van de Steenstraat. Dat lag gemiddeld 2 à 3 meter hoger dan de rest van de stad. Dus daar kon men in feite dat water vanuit de stadsgracht niet gravitair laten aflopen naar die waterputten. Dus men heeft dan het systeem van dit waterhuis bij wijze van spreken ontwikkeld. En dat is een huis dat een waterschepperrad herbergde, die door paardenkracht werd aangedreven. En waarmee dus water vanuit de stadsgracht 2 à 3 meter hoger werd gebracht. En van daaruit kon dat dan via een leiding gravitair naar het centrum van de stad lopen. Dat is een systeem die heel lang is meegegaan. Men heeft, dat is hier wat u hier achter ons ziet, is het middeleeuwse waterhuis. Men heeft dan in de 18e eeuw een tweede waterhuis gebouwd aan de overzijde van de stadsgracht. Maar het systeem bleef altijd hetzelfde. Het water moest dus 2 à 3 meter hoger gebracht worden, omdat het op die manier gravitair op het hoogste stuk van de stad kon gebracht worden. Het is pas in 1925 dat men in feite met een centrale waterleiding is beginnen werken in Brugge. Bij de inventarisatiefase van de vesten is er een belangrijk hoofdstuk gewijd aan het inschatten van de leeftijd van de bomen. En we hebben daarvoor verschillende methoden gebruikt. Om te beginnen natuurlijk de allereerste ontwerpplannen waarop getekend stond welke bomen er zouden geplant worden en zo. Maar ook oude postkaarten en oude foto's zijn we gaan vergelijken met de huidige toestand. We hebben interviews afgenomen van de voormalige beheerders van de vesten. En tegelijkertijd hebben we ook gekeken naar bomen met een gekende omtrek, stamomtrek en leeftijd. En al die zaken hebben ons geholpen om de leeftijd van de bomen te bepalen. Dit is bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld van een boom die nog door Van Ulle aangeplant is, of getekend is op het plan althans. Dit is een plataan, een gewone plataan. De stamomtrek van deze boom is meer dan 4 meter. En voor platanen is dat een goed criterium om te weten dat die boom uit de tijd van de aanplant van Van Ulle kan stammen. Dit is dus een van de allerdikste platanen van de hele vesten met een omtrek van bijna 450 centimeter. En hij staat natuurlijk op een schitterende plaats, vlak voor de Smedepoort, monumentale, solitaire boom. Er staan andere heel mooie platanen, de vierstammige plataan die voor het Oud Waterhuis staat bijvoorbeeld. En er staat op het einde van de Begijnenvest ook zo'n heel mooi dik exemplaar. Het was dan ook de lievelingsboom van Van Ulle om aan te planten.